Economisch bekeken. Hoofdstuk 1 behoeften, paragraaf 2. Consumeren met en zonder geld. Frisse lucht. Als je op school zit en je gaat in de pauze naar buiten en je geniet van de frisse buitenlucht, dan is dat een product wat de natuur je levert. En dat is gratis. Echter, als je weer binnen bent en je gaat uit je boek werken, dan is dat boek gemaakt van hout. Papier wordt inmiddels van hout gemaakt. En dan levert de natuur de grondstof hout. Onderwijs. Soms kan zijn dat je naar school moet, maar dan ga je niet alleen voor naar school. Je gaat dus niet alleen omdat het moet, maar ook voor een diploma uiteindelijk. En daardoor kans op een goede baan. De overheid betaalt het grootste gedeelte van het onderwijs. Dat noem je dan een voorziening. Als je fietsend naar huis gaat, dan kom je over de weg of over fietspaden. Dat zijn collectieve voorzieningen. Iedereen maakt er gebruik van of kan daar gebruik van maken. Er is wel een klein verschil, bijvoorbeeld bij een weg. Zo betaal je, als jij een auto bezit, wegenbelasting en betaal je dus voor het onderhoud van die weg. Terwijl als jij op de fiets gaat, betaal je helemaal niks en is het dus gratis. Eenmaal thuis besluit je om zelf een broodje te maken en zelf een kop thee te zetten. Als je die dingen zelf maakt, ben je zelfvoorzienend. Oftewel zelfvoorziening. Je besluit daarna om naar het zwembad te gaan. Je gaat lekker zwemmen. Het zwembad is een particuliere voorziening. Je moet betalen om daar gebruik van te mogen maken. En het zwembad kan ook alleen op die manier open blijven.